De laatste kandidaat, dames en heren. En nu wordt het bekend wie het is. Het is een lange tijd onduidelijk geweest wie het nou zou zijn. Tot vanavond zelfs nog was het onduidelijk. Want mevrouw de burgemeester, u hebt een drukke agenda. Maar de mystery guest heeft een nog drukkere agenda. Dus het was nog echt spannend of dat de mystery guest wel op tijd zou kunnen zijn. Ik verklap nog niks. We gaan eerst kijken naar het filmpje. Of ik zenuwachtig ben, natuurlijk ben ik wel een beetje zenuwachtig, want ja, het is altijd wel spannend, dat soort dingetjes, hè. Nou, muziek betekent heel veel voor mij, zowel met volwassenen als met kinderen. Ik maak er altijd een groot feest van. Ja, muziek is heel belangrijk. Thank you.
Sinterklaas, wat een verrassing. U bent ook echt overal voor te porren, hè? Ja, ik vond het zelf ook een verrassing. Jongen, en zoveel mensen die naar kwamen luisteren, hè? Ik was ontzettend zenuwachtig. Ja, dat was jouw vraag, toch, of niet? Daar was ik je slag voor. Maar ik wil natuurlijk niet de show over gaan nemen, maar ik wil natuurlijk wel één dingetje doen. Want Sinterklaas komt niet alleen om even muziek te maken, maar die komt ook altijd met... cadeautjes. Sanchez, kom eens even. Oh, je hebt de staf meteen meegenomen. Heeft die stafdienst heel goed. Ik weet niet, eerst het grote cadeau, want ik weet niet of het mag, maar ik denk, dan neem ik mee voor de jury. Als het dan niet helemaal goed was, kunnen ze daar even het van nemen. En Sanchez, laat maar even zien. Wat heb ik hier nog in zitten? Voor alle orkestleden heb ik natuurlijk ook een cadeautje meegenomen. Heb ze vanavond even laten smitten, hè? Ja, Sinterklaas, heb ik nog één vrouw heeft het ervaren. Nou ja, dat merk je vanzelf al. Ik vond het ontzettend leuk. En vooral met zo'n geweldig orkest en een fantastische dirigent die mij doorheen heeft geholpen. Zelfs gisteravond was ik nog eventjes snel toen ik van het dak af hier geweest. Het heeft mij even geleerd hoe dat ik sommige dingetjes moest doen. Ik was er weer een paar vergeten. Maar dat is wel een applausje waard, toch, of niet? Dankjewel, Sinterklaas. Ja, we zijn nu toch... Ja, u probeert ze om te kopen. Ik weet niet of dat lukt, maar ik ga toch even naar de jury. U mag hier blijven staan. Houdt zich goed vast, want het juryberaad kan soms wel eens... Ja, jury met een kan wel een beetje pittig zijn. Mag ik aan u de staf geven of aan, heeft u stafdienst? Ik ga naar de jury. Heeft u een voorkeur met wie ik als eerste ga beginnen? Nou ja, ik zie daar een kapitein, die heb ik aan boord, hoor. Dus... Dankjewel, Sinterklaas. Ik kan u voor de eerstkomende reis een keer uitnodigen. Dat is van de zomer naar Harlingen, bij de Sail. En hebben ze nog nooit Sinterklaas gezien in augustus daar. Maar bij deze bent u uitgenodigd. Ja, mooi. Het ligt eraan waar dat gaatje zit. Maar alle complimenten voor uw dirigentkunsten. Het deed Spaans aan. Dank. Hoogheid. Onderdaan. Ja, wat zal ik zeggen? Ik vind het een geweldige performance wat Sinterklaas heeft laten zien. Ik was alleen al blij dat hij niet struikelde toen hij op dat opstapje ging staan. Want ik zag net, ik heb het even gewoon nagekeken, dat... U bent 1732 jaar oud. Oh, dat wist ik niet. Daarom zitten wij in de jury, nu niet. Tot slot de voorzitter van de jury, Emiel. Ja, ik kan hem aansluiten op zo'n leeftijd nog zo'n prestatie. Ik kan het zelf weten. Ik zei net wel van, ja, als dirigent is het liever luide moe. Maar het is heel hard werken als dirigent. Je ziet het vaak niet en het is heel veel intens. En op uw leeftijd nog zoveel energie erin te gooien. En u kreeg ze lekker mee allemaal. Dus ja, complimenten. En ja, het was heel moeilijk met de burgemeester om alles wat te regelen. Maar het was nog lastiger om alles rond te krijgen. En ja, we hebben veel... Ja, via Skype en weet ik wat het allemaal was. Het was heel ingewikkeld. Maar het was wel leuk. Ik ben van deze tijd, dus dat was ook te horen. Dus complimenten. En ja, ik hoop dat ook u er iets aan heeft. U heeft ook een leidinggevende capaciteiten, denk ik. Voordat ik het er toch over heeft, mag ik daar nog één dingetje over zeggen. Haraldinho, kom eens even. Haraldinho. We zijn de hele dag al on tour. Hè. We zijn overal al geweest. En als je nu onze site een klein beetje in de gaten houdt, dat is hulpjes.nl, ja, hebben we de hele tijd hebben we een beetje gevlogd. Zou je een klein vlogje kunnen maken dat we hier zijn? Ja, ik denk het.
allemaal. We zijn hier nu live en rechtstreeks vanuit Doornburg op dit fantastische Maestro Festival. Kijk maar eens even achterom van het publiek. En om even klappen dan. En het wordt spannend. Ik heb de jury al omgekocht. Ja, wie weet. Kat in het bakkie. En toi, toi, toi. We wachten het af. Tot morgen. Ja, Sinterklaas. Dit was het commentaar van de jury. U mag zich gaan vervoegen bij de overige maestro-kandidaten in onze green room.